Soms loop je samen een eindje op. Soms kom je plotseling iemand tegen. Een ontmoeting die verrast, dat zet je even stil. Ook al is het maar heel even. En als ik kijk en als ik zie wat jij hebt meegemaakt, jouw verhaal, dat geeft me nieuwe hoop. Ik weet helemaal niet meer precies hoe bewust ik met het geloof bezig geweest ben. Maar het besef was er gewoon, hij is er gewoon. En alles wat er overblijft, wat ongezegd gebleven, dat wil ik vangen in dit lied. Het lied van jouw leven. Henk is een avontuurlijke man. En als hij de sportieve Jo Rijke ontmoet, is 112. Tijdens een vakantie in Zuid-Afrika, begin 2008, vraagt hij haar ten huwelijk. Anderhalf jaar later zijn ze weer in dit land. En het begint allemaal heel mooi. Tot die ene dag, op die ene plek. Dit is Henk Koenewijn, in De Verandering. En op dit moment wordt gewerkt aan het lied van zijn leven. En hij zal het te horen krijgen, hier in het prachtige land Zuid-Afrika. Als Henk en Jo Rijke voor de tweede keer naar Zuid-Afrika gaan in 2009, krijgen ze een verschrikkelijk auto-ongeluk, waarbij Jo Rijke uiteindelijk haar beide benen verliest. In de vorige aflevering ging ik met Jo Rijke terug naar het ziekenhuis waar ze 6 weken lang vocht voor haar leven. In deze aflevering hoor ik van Henk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Ze proberen me rustig te houden en help is coming. En we maken kennis met de Zuid-Afrikaanse dominee Jaco, die hun in deze moeilijke tijd geholpen heeft. Uiteraard was ik geraakt, mijn hart ook geraakt met dit wat met jullie gebeurd. Want het is een traumatische gebeuren, het is een ernstige ding. Wat heb je met Zuid-Afrika? Kijk om je heen. Golven, zee, zon. En als je het land ingaat, mooie dieren. Dat zijn precies de items waar Jo Rijke ook zo van houdt. En ik wil niks liever om dat haar allemaal te laten zien. Zij geniet van mensen, ze geniet van dieren. Ze kan van de kleinste vogels genieten. Nou, dit moet ze gewoon zien. Hier in Santa Lucia hebben we ook nog een boottocht gemaakt. We hadden gewoon een fantastische tijd. We hadden ook hele mooie momenten samen. We kwamen van Santa Lucia en we reden op de N2. Er kwam een bocht en wij reden dan op één baan en aan de andere kant, net als nu, 2 banen. En het regende dat het goot. En dat is het laatste wat ik me kan herinneren. Saw the car come from the opposite side of the road and sort of swerve and hit them head on. And you know, said to my passengers, oh my gosh, there's been an accident. Het enige beeld wat ik nog heb is dat die auto op mij afkomt. Oh ja, en dat ik nog zeg, Henk, ga opzij. Dat ik dat nog zeg tegen hem. He hit like a bump in the road and he went straight over the road. And that's where Henk and Eureka was. So we basically saw it happen. We pulled over straight away. Van wat ik later hoorde, tolden de 2 auto's, onze auto en de tegenligger, een BMW die met een rotgang van 180 km per uur, volgens ooggetuigen, vol tegen ons aanbotste. We ran to the BMW first, as it was burning. It was a lot. We ran to it to see if it's okay. The people and we tried getting, we saw a guy there. We tried pulling the door open, but we couldn't. And then Tracy came and we found a fire extinguisher to try and get the fire out. We managed to break the window of the driver's side, break the window and get in and check the driver. He had already passed away. Die man is gewoon verbrand in zijn auto en
Nou, als je ons wrak na de tijd zag, dan het is echt een wonder dat wij er levend uitgekomen zijn. So we then went across to the other vehicle where Henk was, and I then managed to get him from underneath his shoulders and hold him, and we smashed the driver door in the wrong way because we had to go past that way to get away from the flames. Petrol was also leaking towards Jink and Reika. At that time I was trying to get traffic to help the people to get past the burning vehicle, and Cameron and Tracy were busy helping Hink out of the car. And we took him and placed him on the side of the road, you know, making sure he was as comfortable as we could get him, you know, put a jacket over him because it was really raining. Didn't want him to drown in the gutter, so we, you know, made sure his head was lifted and everything. En ze probeerden hem ja, rustig te houden en hey, help is coming. And... We didn't know when the car was going to explode. It was a very, very frightening experience, but we managed to drag it away before the other car exploded. A few moments after that, I heard Eureka screaming really loud because she was unconscious at first, and then she was screaming like random screeches. She would be silent and laying dead still, and then she'd be up and at him and shouting, and she'd be shouting for Hink as well. So that's when I went to her, because I speak Afrikaans and it's very close to what she speaks. I tried to calm her down and they told me what her name was. Ja, die was volledig bekneld en die lag met haar hoofd op mijn schoot. En dat ze zo bekneld zat, dat is ook haar redding geweest. Dat het bloed, dat ze niet doodgebloed is. When the paramedics came, they tried to help Eureka and put a neck brace on her, but she was very adamant to not have the neck brace on. She kept on ripping and pulling at it to get the neck brace off, and I tried to keep on calming her down. It was pouring with rain, so we had covered her with clothes and that, so she wouldn't be that wet. We waited for Jaws of Life, and they came. It's a big machine, and they got her out the car as well. And uiteindelijk is ze eruit gehaald, en toen. Na, ik denk, 3 kwartier reden we naar Empangeni. En daar hebben ze alles uit de kast moeten halen om de hele kleine kans die er nog was te gebruiken om te vechten voor de leven. Terwijl ik met Henk op stap ben, wordt er hard gewerkt aan het lied van zijn leven dat zangeres Sharon Kipps voor hem zal zingen. De artsen van het Zuid-Afrikaanse ziekenhuis doen wat ze kunnen om het leven van Eureka te redden. Ze ligt 3 weken in coma voordat ze bijkomt. Op een gegeven moment kwam er een reactie. Op een gegeven moment zag je de lippen bewegen. Dan vroeg ik van, Eureka, als je me hoort, wil je daar je lip bewegen? Nou, en dan ging ze de lip bewegen. Nou, dan heb je contact. In het begin kon dat niet en nu kon dat wel. Dus dan zie je vooruitgang. De eerste keer dat ik Henk zag in het ziekenhuis, kwam hij binnen in zijn bed. Hij werd met zijn bed naast mijn bed geschoven. Dat vond ik wel heel heftig toen ik hem voor het eerst zag. Het was super gaaf om te zien en om te merken dat hij nog leefde. Maar ja, je ziet dan ineens zo'n klein mens. Ja, dat vond ik heel indrukwekkend. Eureka die had een kans van 10% volgens de artsen die haar het leven hebben gered om te overleven. En ze had vocht in de hersenen, er kwam druk op de hersenen te staan. Ze had een gekneusd hart, geperforeerde longen, ze had gebroken ribben, de dunne darm was gescheurd, die moest verkleind worden. En haar benen waren gecrashed in kleine stukjes. 23 breuken per been. Een stuk van de kuit weggeslagen. Het was verschrikkelijk. Henk is gewoon een wereldkerel. Ik had het niet beter kunnen treffen. Het is echt een kanjer. En waarom is het zo'n kanjer? Omdat hij was ook in het ongeluk. En dat vergeten mensen heel snel.
Hè? Ze zien mij, ik mis mijn onderbenen. Dus vaak gaat de aandacht volledig uit naar mij. Terwijl hij in hetzelfde ongeluk zat. En hij heeft het gelukkig er veel beter van afgebracht. Daar ben ik heel blij om. Maar mensen vergeten dat heel vaak. Terwijl ik ook wel eens denk van, vraag eens aan Henk, weet je wel, hoe het voor hem is. Hij heeft vanaf dag 1, hij kwam s'avonds bij in het ziekenhuis, 2 augustus. Hij is gaan bellen naar Nederland. Vanaf dag 1 heeft hij alleen maar voor mij klaargestaan. Voor mij gezorgd. Hij heeft zichzelf gewoon compleet weggecijferd. En dat is gewoon, het is gewoon echt een man met een, ja, een gouden hart. Naar dominee Jacob. Dominee Jacob? Ja, dominee Jacob die kwam ons heel vaak opzoeken in het ziekenhuis. En soms kwam hij gewoon lekker met ons kletsen. Maar hij las ook regelmatig uit de Bijbel voor en hij bad vaak met ons. Mm-hmm. Hield hij onze handen vast. Ja, een hele mooie en bijzondere man. Hij was een dominee die niet alleen met ons bad, maar ook yoghurt meebracht en fruit. En iedere 2-3 dagen kwam die bij ons en om ons te ondersteunen. En dat was gewoon heel natuurlijk. En helemaal geen prekerig iemand, maar gewoon heel betrokken. Heel fijne man. Bijzonder. Ja. Dus die gaan jullie nu weer voor de eerste keer ontmoeten na het ongeluk eigenlijk, toch? Ja, ja, dat wordt bijzonder. Ja, prima. Ja. En ik heb hem bij me. Ah, hi, hey. Hallo, goed. Lekker om jou hier. Ja, goed hè. Gaaf om je te zien. Hoe gaat het in Zuid-Afrika nou weer? Ja. Ja. Kom binnen. Ja, ja. Gaan we doen. Hoe was het voor jou om ons te ontmoeten in het ziekenhuis? Hoe heb jij dat ervaren? Nou, uiteraard was ik geraakt, mijn hart ook geraakt met dit wat met jullie gebeurt, want het is een traumatische gebeuren, het is een ernstige ding. Jorika leen ICU en jij kan niet eens bij haar wees nie, jij is hier in die kamer een kant. En so ja, dit raakt uiteraard dadelijk aan jou hart, je weet, en jy wil graag help. En, maar wat kan jy help? Jy is nie een dokter, nie? So jy kan maar net bystaan, jy kan maar net probeer om die nood een beetje makkelijker te maken. Jullie zijn in een vreemde land. Dus maar dat is je wel gelukt. Het is gelukt. Je hebt het niet gepoogd. Het is gelukt. Ja. Want daarom komen we je weer opzoeken. Ja. Ja. Ja, dat is echt zo. Maar ik geloof dus maar hoe die Heer ook mensen op elkaar zijn pad brengt, dat ons elkaar helpt. Ja. Goed om te zien dat jullie. En dat je weer kan lachen. Ja, echt. Dat goed, je weer kan lachen. Ach, dat is zo mooi om dit te zien. Ja. 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 Als een mens hierdie ding kan waarnemen van waar iemand was en waar hij nou is. En je kan daar die herstel zien. Je kan die mens se heel word zien. Ja. Misschien het jouw lichaam niet in volle heel geworden, maar jij het heel geworden. Dat is wat ik zie. Ja. Dat is wat ik waarnem. Jij is weer heel. Ja, ik ben weer ik, ja. Ja, ja, dat is ook echt zo, ja. Ja. Het gaat ook heel goed. Ja. Dus, vandaar dat we er ook zijn. Ja. Om iedereen te bedanken. Nee, niet te bedanken. Nee, dat wil je niet, maar ik ga het wel doen. Want je was echt een topper. Het was heel waardevol wat je kwam doen bij ons. Echt waar. Het eten was lekker. Nee, het was gewoon echt heel goed. Het was heel mooi, maar ook soms die gebeden die we hadden. Hè? De kring, dat we elkaar zijn handen vasthielden. Dat we af en toe een stuk lazen. Dat was gewoon heel, heel mooi. Dat heeft ons echt wel geraakt en dat onthoud je ook. Dat neem je mee en dat sluit je in je hart en dat is iets wat je voor altijd meeneemt. Dat is gewoon heel mooi. Ik weet niet, heet jullie ook die uitdrukking in Nederland? Welke uitdrukking? Om jouw liefde als man en vrouw kom eindelijk eerst tot volwassenheid wanneer jij een zak zout saam opgeëet het. Oké. Met andere woorden, jij eet maar gebruik ons een klein beetje zout net elke keer bij jou kos. So, wanneer jij nou een zak zout geëet het, dan het daar nou een klomp dingen voorbij gegaan in jouw leven. So, dan het jy baie gegroeid en verknog geraak aan elkaar.
Maar met zo'n dramatische gebeuren, denk ik, is dat geld voor één zak zout. Ja, maar misschien wel voor 10. Ook Sharon Gibbs is geïnspireerd door het thema zout. Zout is zelfs de titel van het lied van zijn leven. Maar ik heb het voorrecht om het liedje Zout te gaan zingen. En dat lied is eigenlijk gericht op Henk. En zout, ja, waar staat zout voor? Zout staat voor, zout, als het op je wond komt, dan doet dat heel erg pijn. Zout reinigt, zout zit in de zee. En als je ook denkt aan de zee, dan de zee spoelt aan en spoelt weer weg. En zo wordt zout weggespoeld en komt het weer aan. Het vertelt het verhaal van golven van pijn die kunnen komen. Golven van onverwachte situaties en moeite, maar die ook weer weg kunnen spoelen. En dat zie ik een beetje voor me als ik naar Henk kijk. Alles, die hele periode van het ongeluk, wat heeft dat met jouw geloof gedaan? Hoe heb jij op zulke momenten steun gezocht bij God? Hulp vragen. Gewoon hulp vragen. Bidden. Ik kan me nog een moment herinneren dat ik... Jorijke was niet bij, ik kon niet bewegen, geen ogen, geen mond. Maar toen ik met de bad, toen... kneep ze wel in mijn hand. Dat was gewoon mooi. En als ik dan naar mijn eigen geloof kijk, dan... in de roes van nadat we terugkwamen uit Zuid-Afrika... was er een doorgaan en een doorgaan en een doorgaan. Ik weet helemaal niet meer precies hoe bewust ik... met het geloof bezig geweest ben. Maar het besef was er gewoon, hij is er gewoon. Na 6 weken in het Zuid-Afrikaanse ziekenhuis gaan Henk en Jorijke terug naar Nederland. En daar begint misschien wel de moeilijkste tijd. Met Jorijke gaat het niet goed en haar benen worden geamputeerd. Al die tijd is Henk haar steun en toeverlaat. Maar nu is het zover dat ze zelf de draad weer oppakt. Al die maanden dat ik in het ziekenhuis heb gelegen, elke dag was hij er. Elke dag. Ik had het me gewoon echt niet beter kunnen treffen. Ik hou superveel van hem en ik ben gewoon zielsgelukkig met hem. En daarom wordt het tijd dat ik nu een jaar voor Henk ga zorgen. Dus ik zit heel vaak op de bank en ik zeg, schat, wil je een whisky? Of... moet ik wat voor je halen? Zal ik een lekker kopje koffie maken? Weet je wel? Nu wil ik graag voor hem zorgen. De golven en de zee spelen een belangrijke rol in het leven van Henk. En daarom neem ik hem mee naar het strand, vlakbij het ziekenhuis waar hij 6 weken lag. Sharon Gibbs zal daar voor hem het lied van zijn leven zingen. Het water kwam zo onverwacht. Ik kon de vloedgolf niet ontwijken. Zo loop je in de volle zon. Zo zie je al je dromen drijven. Neem het mee. Neem het mee. De toekomst die ik voor ons zag, ligt nu opeens in het verleden. De storm kwam als een donderslag, mijn heldere blauwe hemel tegen. Neem het mee, neem het mee. Wanneer het zout komt
het water van de zee. Reinig dan mijn wonden en neem de pijn weer met u mee. En als mijn zekerheid wordt weggespoeld als zand, komt u mij dan redden en draag me door het water naar het vaste. Dromen zijn verdronken, maar de hoop in mij is nog in leven. Ik hoop mijn zoute tranen op een dag weer aan de zee te geven. Neem het mee, neem het mee. Wanneer het zout komt met het water van de zee, Sharon. Kijk me niet naar je kijken hoor, want dan ga ik huilen. Nee, goed. Top. Goed gedaan. Mooi. Ja, mooi. Top. Wilt u dit nummer downloaden? Of misschien wel de gratis cd bestellen met alle nummers uit deze serie? Of misschien wilt u wel een cursus doen? Veranderen kan. Ga dan naar de website eo.nl/deverandering. Wilt u napraten over het verhaal van Henk? Bel gerust. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.